Hoe lang gaan nou deze therapieën mee? Of nou, dat klinkt misschien een beetje gek, maar hoe lang kan je hier effect van verwachten? Of dooft dit ook uit? Ja, nee, dat is een terechte vraag van Ed. We hebben de beste, of ik moet beter zeggen, de langste ervaring met de hersenoperaties, omdat die het langste bestaan. Dus mensen die al heel vroeg die operatie hebben gehad, die hebben het langst gevolgd in de tijd. Het lijkt erop dat een DBS-operatie het langst wordt volgehouden. En dat bijvoorbeeld mensen vanwege de onderhuidse knobbeltjes of toch de pomptherapie zat zijn, dat na een aantal jaren eventueel een switch nodig is. Het is ook dus niet zo dat de keus voor de ene behandeling een andere uitsluit en dat een switch mogelijk is. Er zijn zeker ook bij de pomptherapieën mensen die dat langdurig volhouden. Maar de ervaring daarmee is iets bescheidener qua volume van patiënten dan met de DBS. Simpelweg omdat het dan wat oudere behandeling is. Nou, en het is wel mooi dat je dat zegt, want ik realiseer me inderdaad nu ook. Ik ken ook mensen die een DBS-operatie hebben gehad, maar ook dan nog een pomp hebben. Mm. Dus precies. Inderdaad, het is misschien wel een hele goede toevoeging. Allebei. En jullie gebruiken allebei daarnaast ook nog de tabletten via de mond. Hè? Dus het is eigenlijk vaak een interactie. Ja. Ja, en is het dan ook zo dat je die tabletten ook weer gaandeweg weer gaat opvoeren? Die kun je ook weer aanpassen. Ja. Het is echt een interactie, een samenspel tussen de geavanceerde behandeling en de tabletten. Ja, dus in dat opzicht is het dat misschien wel mooi. Is het, dat wordt me dan ook duidelijk in zo'n gesprek, dat het een stuk aanvulling in de behandeling is, maar ook niet op zich staat. Hè? Dat het daarin ook gewoon eigenlijk weer een onderdeel wordt van de hele begeleiding. Ja.